In Museumpark Orientalis is momenteel de expositie Camino Frances, de bedevaart naar Santiago de Compostela te zien. Door Frank ook wel Franse weg is de beroemdste route. De expositie is een samenwerking tussen Museumpark Orientalis en het Katholiek Documentatiecentrum van de RU. Willy Piron is een van de samenstellers. Het is een expositie met, over de Camino Frances, de Spaanse gedeelte van de bedevaartsroute naar Santiago de Compostela. Het is een tentoonstelling die is opgebouwd met afbeeldingen uit het archief van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie van de Radboud Universiteit. En dat archief beheert de afbeeldingen van de opleiding kunstgeschiedenis. En we hebben heel veel afbeeldingen van architectuur. De afbeeldingen die we in de tentoonstelling laten zien, die zijn uit ons archief. Dat zijn oude afbeeldingen uit de jaren 50. Er zitten ook modernere afbeeldingen bij. Theo Wasmus heeft de route in 3 maanden als pelgrim afgelegd. Pelgrims hebben allemaal zo hun beweegredenen om de route af te leggen. Er heerst dan ook veel verbroedering onderling. Het is een sfeer van we doen het wel met elkaar. We lopen elkaar niet in de weg. Op een ochtend kom ik in een herberg, het regende. Ik vroeg koffie en ik kreeg er meteen een bord soep bij, van voor de pelgrim. Ik hoef het niet te betalen. En toen kreeg ik een medaillon mee voor de bescherming onderweg. Ik zei, ik ben geen Maria Vreerder, maar toch draag ik dit met trots en met emotie. Theo heeft de 3 maanden dat hij onderweg was een blog bijgehouden voor het thuisfront. Een blog bijhouden was best wel moeilijk, want als pelgrim heb je het ontzettend druk. Dat klinkt heel raar, maar je dag is gevuld. En soms was je een hele avond aan het praten. Ja, dan kwam je niet aan je blog toe. De laatste 100 kilometer moet je stempels halen, 2 stempels per dag. Dan krijg je je credential, je getuigschrift. Ik wil genieten van de vriendelijkheid van alle mensen, van de hulp van mensen. En die met hen delen. En ja, toch een heel stuk meer vrijheid hebben.